De vakantie zit er voor heel veel mensen op. Heel veel gaan nu weer terug naar hun dagelijkse ding. Voor vele mensen is dat het begin van een nieuwe schooljaar. Wij zijn vandaag in Rotterdam bij een ROC om te checken hoe dat voor de mensen is. Een nieuwe schooljaar met nieuwe klasgenoten en nieuwe leraren. You see it's time to get back to school. So let's get nerdy with it, cause you know that it's cool. Better stay in school, better pass the class. Dit was jouw eerste schooldag / introductiedag, hoe was het? Ja, was lekker, was fijn. Ja. Nieuwe mensen leren kennen op het mbo, eerste dag en zo. Ja, was wel leuk, was alleen maar eerst kennismaking en zo. Ja, we hebben wel een klas en zo. Heb je vandaag een introductiedag gehad hier? Nee, ik zit al in het tweede jaar. Wat gebeurt er hier op de achtergrond? Ik zie dat leerlingen in de rij staan. Ja, dit zijn leerlingen doktersassistentes. Die hebben een schort nodig. En dat hebben ze nodig in de praktijklessen, verpleegkunde en laboratorium. Past die? Volgens mij wel. Ja, ja, volgens mij is die precies goed. Ja, helemaal. Keurig, hè? Hoe is je eerste schooldag tot nu toe? Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je allemaal gezien? Ja, we moesten zo'n speurtocht doen door Rotterdam West. Ja. En dat moesten we doen. En toen moesten we komen weer op school. En dan moesten we een tekening maken van ons menselijk lichaam. En dan moesten we organen inzetten. Zo. En gelukt? Ja, tuurlijk. Zeker weten. En zo'n eerste dag is puur kennismaking. Regels van school vertellen we. Wat zo'n beetje gebruikelijk is qua lesuren. Kent jullie elkaar al voor de opleiding? Nee, dit is de eerste dag. We hebben ook nieuwe leerlingen. En sommige zijn ook hetzelfde mensen. Okay. Er zitten nog mensen wel in de klas die je gewoon kent? Ja, dat wel. Maar... Zitten er ook jongens in de klas? Ja, eentje. Ja? Ja. Oh, wat een geluksvogel. Ja. Wat vind je van je nieuwe klas? Is wel een leuke klas, zeker. Ja. Je wil even wennen dat heel veel meisjes in klas zitten, maar... Dan moet jij nu weer klaar, toch? Nee, dat niet. Dat niet, zeker. Dat was wel leuk. De eerstejaarsstudenten, help je ze er een beetje bij? Ja, bijvoorbeeld de mensen die ik ken, die help ik ook vooral. Ja. En als ik iets hoor, bijvoorbeeld als ze problemen hebben, dan probeer ik ze ook al meestal te helpen. Je bent niet aan het pesten met brugsmurven? Nee, daar ben ik al overheen. Ja. Dat was het middelbare school. Nou, ik ben zelf ook een eerstejaarsstudent hier. Brugsmurf? Ja. Brugsmurf ben ik ook. Nee, maar... ze worden niet gezien als een brugsmurf of ja, ze hebben gewoon respect voor je. Heb je al boeken gehad? Nee, ik heb niet eens boeken. Nee, er zijn geen boeken. Wat voor opleiding? Ga je het redden komende jaar? Ja, dat wel. Ik weet zeker dat ik het ga redden. Ja, ik sta er goed voor. Er ontbreekt nog 5 studiepunten. Dus... Hoe gaan we die fixen? Die ga ik morgen fixen. Yeah. Die ga ik morgen fixen als het goed is. Dan moet je nieuwe kinderen, nieuwe leerlingen die hier op school komen... Moet je... Begeleiden? Ja, begeleiden, ja. Mevrouw, mag ik hier even naar het toilet, alsjeblieft? Alsjeblieft. Nee.